voor juridische zaken ja, en dat gaan we vandaag doen met persrechter Remco Hoekstra. Remco, goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen voor het eerst uh, bij ons in de studio. Ja. Uh, hoe lang ben je al persrechter? Ik ben inmiddels ruim een jaar persrechter. Ja, bij de rechtbank Lelystad ja, en de daarvoor rechtbank binnen Nederland, een locatie Lelystad. Ja, klopt, ja. En daarvoor? daarvoor heb ik uh, van alles gedaan. Uh, Onder andere bij het Hof in Amsterdam strafzaken gedaan en ik heb op de Nederlandse Antillen ben ik als rechter geweest en op verschillende plekken in Nederland dus uh, ja. al heel, heel veel dingen gedaan. Vroeg me wel af. Ja. Waarom, waarom, word je persrechter? Waarom is dat een soort logisch gevolg of zo? Of is dat een ambitie? Op een dag een weet je, het, hè? Zouden ze vroeg ja, ja, over, de persrechter. Nee, nee ja. nou ja, meestal, Bij mij was het zo dat ik dacht, ik ben nu al uh, toch lang rechter, heb veel ervaring en ik vind het leuk om daar ook mensen. Uh, wat inzichtelijk over te kunnen vertellen. Dus toen dacht ik dat lijkt mij leuk. En toen kwam er in Lelystad een. Uh Plek vrij voor een persrechter. En toen heb ik uh, gezegd, nou dat wil ik wel doen. 1 en één is twee. Ja. Ja. Uh, laten we eens een uh, zaak gaan behandelen. Uh, opgelicht, het tv-programma van Ross startte vorig jaar een onderzoek naar uh, de Cluivert uh, Dog Rescue Center op Curaçao, opgericht door Rosanne Kluivert. Ja. Uh, daar zijn alleen wat vragen zijn binnengekomen over het uitgegeven donatiegeld. Uh, die uitzending, nou, dat zag in ieder geval voor Rosanne Kluivert, kwam ze daar niet heel uh, best uit, uh, zul maar zeggen, op ze zag gezegd. Uh, dus zij wilde eigenlijk die uitzending, kun je natuurlijk online gewoon terugkijken. Uh, zij heeft een zaak aangespannen om die uitzending offline. Te krijgen, zoals dat dan heet, en daarvoor uh, was ze twee weken geleden in Lelystad om uh, dat aan te vechten. Ja, en daar is deze week uitspraak over gedaan. Dat klopt, ja, ja, ja ze is zij was het dus niet eens met uh, wat er in die uitzending uh, wat voor beeld daar werd geschetst, en ze heeft inderdaad uh, in kort geding verzocht om die uitzending offline te halen, dus dat was nog op internet te zien, en ze heeft ook. Uh, Geëist dat er in rectificaties uh, zouden worden geplaatst over de inhoud van dat programma. Ja, dat precies. heeft ze bij de, uh, in kort geding bij de rechter uh, gevraagd. Oké, okay, daar heeft de rechter zich twee weken over kunnen buigen. Klopt. Wat, wat ja. heeft hij afgelopen week uh, schriftelijk uitspraak gedaan? Ja, de, er is een uitgebreide schriftelijke uitspraak. Een best omvangrijk uh, document is dat geworden. Uh, en, maar het komt erop neer dat uh, de eisen van Rosanne Kluivert uh, zijn afgewezen. Ja, en dus met welke geen motivatie? Gelijken. Nou, het is een uitgebreide motivatie. Um, belangrijk is dat... Um, wat Rosanne Kluivert had gezegd, of haar stichting had gezegd, is uh, ja, die uitzending die is zo ontzettend tendentieus en zo feitelijk onjuist dat uh, die hele uitzending offline moet. Ja. En um, ze hadden daar een 16 voorbeelden van genoemd, van allerlei dingen die feitelijk niet zouden kloppen. Nou, die heeft de rechter um, zorgvuldig bekeken. En die heeft gezegd, nou, het merendeel van die dingen uh, die daarin gezegd zijn, die kloppen wel. En er zijn een paar dingen die misschien niet kloppen, maar die zijn van ondergeschikt belang en die maken niet dat die hele uitzending... Um, onjuist of tendentieus of kwalijk is. Nee, wat zo'n uitzending blijft natuurlijk tot in lengte vandaag. dagen blijft dat uh, online staan. Ja. Als je dat bij wijze van spreken over 10, 15 jaar nog eens een keer wil bekijken, dan is ja. het een kwestie van Google en we ja. zitten erop. Uh, dus in al die gevallen heeft de rechter eigenlijk gezegd, mevrouw Klaavert, uh, opgelicht heeft gelijk. Dus, nee, ja, dat, dat heeft goed gedaan. Nee, het dat het heeft niet dat, in alle gevallen. Er zijn een paar punten waarvan ze heeft gezegd, nou, dat, uh, dat is misschien uh, onzorgvuldig uh, gezegd of uh, niet helemaal juist. Maar die maken nog niet dat daarmee die hele uitzending niet zou kloppen. En de hele uitzending dus uh, offline ja. zou moeten worden gehaald. Dat is op zich natuurlijk wel een vervolgzaak. Hè? Want in, in, in deze zaak ging het alleen maar om die uitzending offline te halen. Ja. Waarom dat dan zou moeten gebeuren. Maar de rechter heeft geen uitspraak gedaan, eigenlijk, uh, over het feit. Of het geheel wel klopt. De eerste aantijgingen waarom die uitzending gemaakt is. Nee, nou, dat klopt. Ja. Uh, de rechter heeft geen, heeft geen uitspraak gedaan over. Uh, uh, of wel, over de handelwijze van Dog Rescue Center, of dat allemaal klopt, daar is ook daar is geen onderzoek naar gedaan. Dat is ook niet de taak nee. van de rechter in deze zaak. Uh, de rechter heeft gezegd, het is staat in principe een programma vrij om een uitzending te maken en om een onderzoek te doen naar signalen ja. die ze hebben gekregen. En het mag natuurlijk alleen niet, uh, het mag niet uh, onjuist, onjuist zijn en er ja. moet wel om een reactie van de uh, van een andere partij worden ja, dat is gevraagd. Ik ik dat, is, daar was, dat was wel gezegd door. Uh, van de Kluivert dat dat niet voldoende was gedaan. Ja. Um, maar daarvan heeft de rechter gezegd: Nou, dat uh, die gelegenheid is er wel geweest. De advocaten hebben uitgebreid op alle punten schriftelijk kunnen reageren. En het enige was dat um, mevrouw Kluivert had ge, uh, verzocht om live in de uitzending uh, voor de camera te mogen reageren. Dat en daar ze dat, dat vond het programma niet goed. Ze mocht wel op camera reageren, maar dan niet live in de uitzending. En daar heeft ze geen gebruik van gemaakt. Nee. En daarvan heeft de rechter gezegd: Ja, dat. Um, dat is je eigen keuze om dat niet te, te doen. Vrij voor de programmamakers, ja. uh, om dat wel of niet te doen natuurlijk ja, klopt. ook. Gebeurt dit uh, vaker? Dat, dat er een, een programma wel offline is. En is daar jurisprudentie over? Nou, het gebeurt wel met enige regelmaat dat er zaken worden aangespannen tegen programma's of tegen de inhoud uh, daarvan. Het is mij niet, ik heb niet paraat of dat vaak wordt, uh, wordt toegewezen. Er zijn natuurlijk wel eens uh, er worden wel eens rectificaties toegewezen. Um, het zou me ook niet verbazen als het wel eens een keer is toegewezen dat een uitzending uh, offline uh, moet. Het is ook wel eens gebeurd dat boeken. Um, die al uit waren gekomen, moesten worden teruggetrokken. Ja. Dat soort dingen gebeuren wel, ja. is, Kan ze een hoge beroep? Dat kan ze, ja. ja. En uh, hoe, hoe schat u die kansen? Nou, of Daar ga ik me niet zeggen. over uitlaten. Ze heeft nee. zelf nee. aangekondigd, volgens mij, dat ze dat, uh, dat ze dat overweegt, dat ze dat serieus overweegt. Ja. En dat is natuurlijk aan haar en haar advocaat om daarover ja. te beslissen. en ook zo om de Zoon kans... van Peter de Vries, geloof ik, hè? Dat klopt. Ja, dat advocaat. Ja. Ja. Royce ja. de Vries. Ja. Uh, en, maar dat is aan haar en haar advocaat om daar de kans van slagen van in te schatten. Hm. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Zometeen. Wat mag je nou wel of niet tegen de koning zeggen? Ja, wat we wel mogen zeggen, dat weten we, maar wat we juist niet mogen zeggen. Wat mag je nou wel of niet tegen de koning zeggen, tegen onze. Majesteit, zeg ik dat eigenlijk goed is? De ja, majesteit. Ik ja. wil zeggen, majesteit, ik vind u een fantastische man. Ja, dat mag allemaal wel. Niet iedereen die kan het over zijn uh, reilen en zeilen eens zijn, natuurlijk. Ook. Nee. Ja, uh, wat zeg je dan tegen zo'n man, mocht je de kans krijgen om hem te spreken? Of dat je in het openbaar iets roept of in de pers of wat dan ook. Wat, wat is de definitie van majesteitschennis eigenlijk? Nou, dat is een uh, goede vraag, want dat is uh, veranderd. Oh. Um, want uh, per 1 januari 2020 is uh, het artikel in het wetboek van strafrecht. Majesteitsschennis dat is vervallen. Dus uh, dat is geen afzonderlijk uh, strafbaar feit meer. Daar dus mogen we alles roepen tegen? Nee, dat is, oh. uh, <laughs> dat is zeker niet zo. Misschien uh, jammer voor, voor u, maar dat mag nog steeds niet. Uh, het valt nu gewoon onder het uh, normale artikel, waarin staat dat het verboden is om iemand te beledigen. Belediging van een ambtenaar in functie? Uh, nou, belediging van iedereen eigenlijk. Uh, wij mogen elkaar ook niet beledigen? Uh, nee, dat mag eigenlijk ook niet. Dat, oh. is, dat is strafbaar. Uh, even strafbaar als wanneer ik de majesteit uh, Nee, als... dat is niet even strafbaar ah, als de Maar dat ga ik uitleggen. Okay. Uh, maar het is <laughs> Moet in principe... je niet gelijk vergelijken met alles uh, nee. alexander hè? Er is een artikel dat uh, het strafbaar stelt om iemand te beledigen. Dat is voor iedereen eigenlijk geldt dat. Uh, het is wel zo dat normaal gesproken wordt dat niet vervolgd. Omdat dat alleen maar vervolgd wordt als iemand echt een klacht indient daarover. Dat je, dat je zegt ik, ik ben beledigd en ik wil daarvoor... Een, een vervolging hebben, uh, anders wordt het niet vervolgd. Um, maar dat is in principe geldt dat voor iedereen. Uh, maar in dat artikel staat nu wel dat de straf daarop met een derde kan worden verhoogd als de belediging is van inderdaad een ambtenaar in functie en ook een belediging van de koning, de koningin of uh, de uh, troonopvolger. Ja, maar dan nou moeten we denk ik toch, ja, hè, excuseer voor als het uh, te grof wordt of zo. Misschien toch een, een... Voorbeeld geven, wat mag je nou eigenlijk wel of niet zeggen dan? Ja. Laten we maar gewoon even zeggen, er loopt een eentje door de straat... en die zegt, ja, Willem-Alexander, ik vind je een LUL. Ja, dat is een belediging. Oké, okay. ja. maar in, in 2020, in 2020 ook nog steeds... Ja. of gaan we dan toch een beetje van, zijn de normen en waarden zijn die nou, verlegd of daar veranderd? is ontzettend veel rechtspraak over... Ja, over welke woorden nou wel of niet beledigend uh, zijn. Um, en dat hangt allemaal af van, uh, de rechter zal beoordelen... Is dat woord in die context um, kan ja. dat belederend worden opgevat? Nou ja. Ja, en dat, uh, uh, dat zal uh, afhangen van de omstandigheden. Ik dacht vroeger ja. ook altijd werd er gezegd van ja, als je zegt ik vind dat je een LUL bent, dan uh, is dat ernstiger dan wanneer je zegt uh, je bent, uh, minder ernstig dan wanneer je zegt je bent een LUL. Want je hebt vrijheid van meningsuiting, dus ja. je mag vinden vinden. Vind. Ja. Maar dat mag, je dat ook, mag je dat ja. ook maar zo roepen? Nou, toch worden nee. bestraft, zag ik laatst in een programma. Nou ja, kijk, het is natuurlijk het is altijd een, een, een botsing van grondrechten. Uh, iedereen heeft de vrijheid van meningsuiting, maar die is beperkt. Namelijk, dat mag je, je mag zeggen wat je, uh, wat je wil zeggen, behalve als je daarmee andere mensen beledigt. En de grens, ja, die, is, die zal elke keer moeten worden, uh, worden bekeken. Wat voor de ene belediging is, hoeft dat voor een andere klopt, niet te zijn. Hè? Klopt, klopt. Ja. Ja. Ik weet dat er, er zijn van die voorbeelden, um, volgens mij lopen sommige Ajax supporters met een shirt waar de letters um, ACAB op staat. Ja. En dat is een afkorting van All Cops Are Bastards. Dus mm -hmm. alle politiemensen zijn hufters. Ja. En uh, alleen al het dragen van dat t-shirt is uh, wel eens door een rechter uitgemaakt, is een belediging van een ambtenaar in functie. Aanstootgevend. Ja, dat is beledigend. Dat ja. is ja, gewoon beledigend ja. inderdaad. Okay, dus... Maar goed, misschien zijn die mensen zich er helemaal niet van bewust. Ja, oh. De meeste politiemensen inmiddels wel, geloof ik. Ja, maar, uh, ja. je bedoelt, de ja. dragers bedoel ja. ik dan, hè? Nee, dat klopt. Ja, ja. ja maar goed, dan, dan gaat er ook zoiets in werking als zijn van... je moet jezelf wel bewust zijn wat je draagt. Ja. Er zijn ook bepaalde merken die ook worden gelineerd aan bepaalde uitspraken. Ja. Maar ja, het, het is heel moeilijk, denk ik ook. Hè? Dat soort dingen. Ja, kijk, sommige woorden, soms is het heel duidelijk dat dat beledigend is. Maar ja, bepaalde uitdrukkingen het ja. Hakenkruis, dat mag je ja. bijvoorbeeld niet uitdragend geloven. Nee, 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 dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja. Ja, maar er zijn ook wel van die voorbeelden dat als je iemand. Er zijn ook wel voorbeelden van dat iemand wordt uitgescholden voor uh, homofiel. Nou, dan zeggen mensen, ik voel me beledigd. En dan zeggen andere mensen: maar Ja, maar dat kan toch nooit beledigend zijn, want dat is toch is geen feit. beledigende term. Um, nou, daar, zijn, daar is heel veel rechtspraak over. Dus en zoals dat. vorige week in Duitsland, de, 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 de combinatie van, de, van 1 en 8, dat zou verboden zijn. Want dat zijn de eerste en de achtste letter van het alfabet, de A en de H. Ja. Dat zou weer verwijzen naar Adolf Hitler. Ja, nou, ja dat het, zijn van die, die, zijn van die codes. Vergaan, Moeilijk lijkt me dat wel als rechter om daar een, een juist oordeel in ja. te vellen. Maar, het, is maar meestal hangt het, het hangt af van de context, het hangt ook af van hoe het bedoeld is. Soms ja. is het overduidelijk beledigend bedoeld. Nou, dat zijn allemaal dingen die een rol spelen. Maar is er dan nog een verschil uh, uh, in de uitspraak die een rechter doet als het uh, inderdaad de majesteit betreft die beledigd is? Of een doorsneeburger, om het maar even zo te zeggen? Ja, het verschil is dat dus uh, de strafmaat hoger is als het de majesteit betreft. En een ander verschil is dat. Uh, wat ik net zei, uh, een gewone burger moet een klacht indienen. Uh, dat hij wil dat het vervolgd wordt. Dat hoeft de, de koning, niet, de te de koning niet te doen. Nee, de koning wordt automatisch dat, vervolgd. Dat kan, am, dat kan een officier van of justitie ambtshalve uh, vervolgen. Behalve ja. wanneer de majesteit zegt. nou, ik voel, ik, laat maar gaan, dat hoeft niet. Nou, zelfs dan zou het eventueel nog nee. wel kunnen. Want de majesteit, ja. ja, het idee is dat, dat uh, van de koning niet mag worden verlangd dat hij zich daar. Uh, actief mee bemoeid. Maar. dat hij zegt ja dat, dat dat past niet bij zijn positie om daar om aangifte te doen of om te zeggen ik wil wel of geen vervolging hij, ja. zeggen, geen vervolging. hij maakt het onderdeel uit van een systeem dat natuurlijk ook ja. hè? Dus dat ja. kunnen meerdere mensen doen dan ook ja. goh nou een heel stuk duidelijker weer geworden ook Ja, ja leuk toch ja, en een en beetje dus, oppassen met wat je tegen me zegt ja. voortaan. Ja. Ja, ja. maar de strafmaat is dus wel enorm omlaag gegaan hè? want dat was een en oh. die zaak die week het was eerst stond er vijf jaar op maistijdscanners mm -hmm. en nu is de, de straf voor belediging is drie maanden en dat kan uh, een, maand, een derde bij op worden geteld. Dus uh, het kan vier maanden worden. Dus het is wel een, uh, in dat opzicht is er wel echt iets fundamenteel veranderd. Nou, okay. Toch liever niet vier maanden, ook al is dat misschien niet zoveel. Nou ja, het begint bij de basis natuurlijk. Je moet het gewoon niet doen. Nee, dat is natuurlijk snap ik. Dat ja. wordt niet. Goed. Dan maar... van de Rechtbank Lelystad. Hartelijk dank. Graag gedaan.